Ja, natuurlijk bid je voor in. Juist als je een overheid hebt waar je het niet mee eens bent. Wat ik in dit geval niet ben. Maar juist dan zou je moeten bidden voor je overheid. In plaats van wat heel veel christenen doen, alleen maar schelden op die overheid. Lienke Blijdorp, je bent advocaat en uh, je spreekt ook in christelijke kringen. Je bent ook uh, actief voor FMF, maar je zit hier voor, uh, ja, voornamelijk op persoonlijke titel. Op eigen te spreken. titel, ja. ja. En uh, we gaan het nu hebben over... Uh, het coronabeleid van de overheid. Nou, leuk. Nou, ja, ben je tevreden over dat beleid? Nou ja, tevreden. Wie is, wie is er in Nederland tevreden over het huidige beleid? Wat kan er beter? Nou, laat ik voorop stellen, ik denk dat de overheid, uh, ook met alle fouten die gemaakt worden, ben ik blij dat we in een land als Nederland wonen. Dat meen ik echt. Um, uh, waar dingen worden opgepakt, waar er uh, geprobeerd wordt. Iedereen doet ook maar gewoon zijn best. En het ene pakt beter uit dan het andere. Um, als je het hebt over het beleid, als je dan bedoelt maatregelen. Ja, um, ja ik ben wel van, de, van, van de, de strenge kant, zal ik maar zeggen. Um, het, had, het had nog strenger gekund misschien? Want, want ik jij... denk dat het veel eerder strenger had gemoeten. Ja, want je, hebt zelf ook, uh, je bent kwetsbaar voor het virus, omdat je ja. zelf een, uh, een ziekte hebt. Kun je daar iets ja. over vertellen? Nou ja, ik heb een auto-immuunziekte en dat, dat heeft met name uh, grote gevolgen in mijn longen en, en in mijn lever ook, maar met name mijn longen. Dus dat betekent voor mij dat ik gewoon echt heel erg moet uitkijken. Om die reden zit ik ook al vanaf februari vorig jaar eigenlijk al, uh, van voordat het verplicht werd. Um, zoveel mogelijk thuis, binnen, uh, hou afstand, um, zie bijna niemand. Ja. Dus um, ja, ik, ik hou me daaraan, maar ook, um, ja, het gaat natuurlijk niet alleen... Om mij ja. of alleen om, om die ouderen. Je hebt nog geen enkel uh, maatregel, uh, overdreven nog geen enkele regel wat dat betreft? Um, nou, ik denk het niet. Misschien ja, ik zou niet, ik zou niet weten, want namelijk ook omdat ik er echt, kijk, ik hou me niet aan die maatregelen, omdat het moet van de overheid. Ik doe dat omdat ik echt Hetzelfde denk dat mijn leven daar letterlijk van af kan hangen. Ja. Dus, dus ook, ook in de periode dat het, 1 juni werd het verplicht in het openbaar vervoer om met een masker op te lopen. Ik liep daarvoor al met een masker. Ja. Um, dus die vergeet ik ook niet. Ik kom ook niet ergens zonder. Mijn afspraken met mensen, ook als we op zo'n afstand zitten, um, heb ik met een dubbel masker. Um, ook gewoon als ik de hele middag afspraken heb, zit ik de hele middag met dat masker in. Dan ja, kan dat... je zeggen, ja, je mag dat afdoen, maar dat doe ik niet. Begrijp je ook dat er christenen zijn die zeggen van, uh, nou, al die maatregelen die gaan ten koste van uh, het sociale bijeenkomen, van kerkvieringen. Ja, dat geldt niet alleen voor christenen, dat geldt voor iedereen. Maar kan dat allemaal zo maar, juridisch gezien? Ja, ik denk dat het tot nu toe zoals ze het gedaan hebben, dat blijkt ook, hè. er zijn... Een aantal korte dingen geweest, Het ging dan met name om demonstraties, maar ook wel uh, wat, wat zijactiviteiten. Dus kan het juridisch, uh, het blijkt van wel, ik denk ook dat het juridisch ook niet zo ingewikkeld is. Maar je mag toch gewoon nog met 150 man eigenlijk in de kerk komen als je al, al, allemaal anderhalve meter afstand Ja, dat hebt. gebeurt dus ook. Ja. In grote kerken. Hè? Als, je die, als jij een kerk hebt die groot genoeg is om met anderhalve meter afstand dat te kunnen realiseren. Wat je die, die beelden die je soms ziet van nou ja, het ja. standaard beeld van Staphorst of andere. Dat je, kan volgens jou gewoon. Um, ik vind het niet wijs. Ik vind het niet wijs maar uh, het, als ik, als ik uh, directeur van die kerk was, zou ik dat niet doen. En ik heb erg veel waardering voor de kerken die dat. Um, die daarin niet het randje opzoeken. Ik denk dat we juist als kerken, als christenen, een taak hebben ook in deze tijd om, om de overheid te, te steunen. En dat vinden ja. sommige mensen verschrikkelijk als ik dat zeg. Maar wel om ja. om: ja, niet omdat die overheid ons zo nodig heeft, maar omdat wij. We willen toch bijdragen aan de oplossing. Ja. En dat, dat staat los van dat je natuurlijk één op één. Contact kunt houden met mensen, dat je mensen kunt bemoedigen. Dat daar waar je ziet dat mensen de kreukels ingaan, dat je ingrijpt of weet ik veel, doet wat je anders ook zou doen. Maar bid je ook voor de regering? Altijd. Ja, s'avonds ochtends. hoe uh, Nee, ziet. ik ben meer een avondmens, dus dat valt in de avond, in het avondprogramma. Ja. Uh, nee, maar, maar voor. en een juist vraag even voor Mark Rutte en uh, voor Mark Hugo Rutte, de Jongen. voor Hugo de Jonge. En soms zeg ik er dan ook nog bij wat ik er eigenlijk af van denk, wat ze die dag gedaan of gezegd hebben. Um, oh ja. ja, maar weet je, kijk, je zal er maar staan. Ja. Kijk, de, dat geklungel met die vaccins nu, ik word er natuurlijk ook niet vrolijk van. In het bijzonder ook gewoon helemaal uit persoonlijk perspectief. Want ik denk, doe mij die prik, dan kan ik eindelijk weer ook een beetje normaal meedoen. Ja. Maar um, ja, natuurlijk een beetje voor. In juist als je een overheid hebt waar je het niet mee eens bent. Wat ik in dit geval niet ben. Maar juist dan zou je moeten bidden voor je overheid. In plaats van wat heel veel christenen doen. Alleen maar schelden op die overheid. Ja. Zo onbijbels. En ook zo niet productief. Ja. Zelfs als je denkt dat ze gevaarlijk zijn. Of ze, ze leveren ons uit aan Bill Gates. Toch en China. Uh... En de 5G. En het hele programma wat daarbij hoort. Um, ja, niet alleen liefdevol. Maar omdat gebed doet iets. Ja. Weet je wel, onder, ondersteun ze. Ja, tot slot heb je misschien nog... Bemoedigende woorden voor uh, minister De Jonge en uh, Mark Rutte? Um, Kunnen ze ik, wel gebruiken? Ik hoop, uh, ja. Nou, ik denk dat ik namens, nee, zeker niet namens iedereen, maar wel namens heel veel mensen spreek als ik zeg dat ik blij ben met wat ze doen. Even helemaal in de camera kijken. We zijn heel erg blij met wat jullie doen. Met alle inzet, met alle input, met wat jullie, uh, hoe de manier waarop jullie het land proberen te dienen en hier doorheen proberen te te fietsen. Um, uh, 17 miljoen stuurluien staan aan wal in Nederland. Om dan toch gewoon de koers recht te houden. Daar ben ik trots op dat ze dat kunnen doen. En um, heel veel christenen, en ook niet-christenen trouwens, steunen dat. En, en we bidden voor ze. En uh, het gaat goed komen. Het komt echt goed. Dank je wel. Hey, leuk dat je naar deze video hebt gekeken. We kunnen deze video's alleen maken door de steun van onze leden. Dus ga naar cip.nl, abonneer je en start je gratis maand als je nog geen lid bent. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.